Kerstfeest. December. De donkere dagen. Nou, dan kun je een kerstboom nemen of je kunt een kerstboom maken. Theo Berli is kunstenaar en maakte deze kerstboom. Theo, waarom blikjes als kerstboom? Waarom blikjes? Nou, ik ben kunstenaar en ik maak hoofdzakelijk kunstwerken van blik. Vorig jaar heeft Holle Experience de expositie van mij hier gehad. En toen hebben ze mij ook gevraagd om een kerstboom te maken. Van blik. Van blik. Nou is dat een industrieel product, terwijl we toch denken kerstbomen, dat is iets voor donkere dagen voor kerstmis, terug de natuur, eigenlijk dat wederopstandingsfeest. Heb je toch nog een soort bijbetekenis bij blik? Nou, niet in die... Het glimt mooi, hè? Het glimt hartstikke mooi, hè? Het zijn eigenlijk allemaal kleine spiegeltjes die mooi reflecteren. En dat doet wel erg aan de kerstsfeer denken. Maar ik ben niet met de kerstgedachte zelf bezig geweest toen ik aan die boom begon. Je hebt een leuk symbool gemaakt, een kerstboom die er wel anders uitziet. Ja. Nou, misschien vinden de mensen hier inspiratie. Want kijk eens, als u het werk van Theo een beetje goed bekijkt, dan ziet u dat hij dat misschien zelf als idee zou kunnen gebruiken. Dit zijn hele mooie blikjes. Trouwens, hoe heb je ze allemaal die deukjes erin gekregen, Theo? Die deukjes die zaten er al in. Dat is een nieuw soort blik. Dat is pas dit jaar op de markt gekomen. Dat heet de Hexacan. En het is een nieuw product wat gemaakt wordt. Is het sterker of zo? Het is sterker door de structuur. En dus kan het blik zelf ook dunner van materiaal zijn. Dus minder materiaalkosten. Waar heb je dat nou gehaald? Dat heb ik in Deventer gehaald bij de blikfabrikant. Bij de blikfabrikant. Nou, niet iets wat je dus zomaar in de winkel vindt. Maar het geeft een hartstikke leuk effect. Dus als inspiratie voor de kerstdagen. En als u het niet zelf voor elkaar krijgt, dan gaat u eens even kijken bij Holland Experience. Want daar heeft Theo deze kerstboom neergezet. Ja? Hoe kunnen we jou vinden? Hoe jullie mij kunnen vinden? Nou, het telefoonnummer is 024-3223-118. Oké, dus als u misschien voor de zaak ook zo'n alternatieve kerstboom in blik, maar wel heel mooi met prachtige lichten of wat anders. Theo is ervoor. Dankjewel. Oké, bedankt.